Hey, Nikki. Hallo. Wat zullen we doen? Een voetje? Een elleboogje? Een voetje? Voetje, denk ik. Een voetje. Oké, hoi. Hey. Welkom. We gaan het vandaag hebben over ontwerpend onderzoek. Of eigenlijk verbeeldingskracht. Want jij hebt de afgelopen maanden bij het Rathenau Instituut. Klopt. Was je artist in residence. Klopt. En nou ja, dat is een instituut, een onderzoeksinstituut, waar ze wetenschappelijk onderzoek doen naar de impact van technologie, maar ook van wetenschappelijke ontwikkelingen op de maatschappij, op de samenleving. Dus alles van immersieve technologie, waar we zo nog verder over gaan hebben, tot aan radioactief afval. En misschien is het leuk om eerst even iets meer over jou te weten. Dus ja. Wil je even vertellen, wie ben je en wat doe je? Nou, ik ben Nikki Liebrechts. En als ontwerper hou ik me bezig met complexe onderwerpen, sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen, die ik verpak in toegankelijke ervaringen. Eigenlijk om die onderwerpen meer begrijpbaar en bespreekbaar te maken. En eigenlijk vanuit die gesprekken kunnen we dan nadenken over de oplossingen van morgen. Ik denk dat er een heleboel van die ontwikkelingen, dat die eigenlijk het gevolg zijn van beslissingen die worden gemaakt zonder dat er heel veel mensen aan mee beslissen eigenlijk. Hè? Ja. Dus of dat nou dus die ontwikkeling van die technologie is of een nieuw soort beleidssysteem. En ik vind het belangrijk dat de mensen die de gevolgen van zo'n ontwikkeling dragen, dat die eigenlijk ook mee kunnen beslissen daarover. Ja. Dus dat dat niet alleen is dat je de gevolgen draagt, maar dat je daar zelf ook in kan handelen. Ja. 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 Ja, mooi en heel belangrijk. Ik denk ook, dat is natuurlijk ook de reden dat jij en Setup het goed met elkaar kunnen vinden. Ja, zeker. Want ja, wij maken ons daar ook druk over. Via Setup ben je dan bij dat Rathenau Instituut terechtgekomen. Ja. En ja, dan ga je dus daar een onderzoek doen als ontwerper tussen allemaal wetenschappers. Hoe was dat? Ja, ja, ik kon eigenlijk aansluiten bij een onderzoek wat al liep. Een onderzoek rondom immersieve technologie. En mij zei het ook niet zo heel veel op het begin, dus ik moest vooral heel hard meehollen met de rijdende trein van het onderzoek die al aan het doordenderen was. Maar wat ze eigenlijk aan het doen zijn, is ontwerpeisen opstellen rondom immersieve technologie en hoe die in onze maatschappij geïmplementeerd gaat worden. Dus immersieve technologie, dat is eigenlijk de digitale wereld die de echte wereld binnendringt. En immersief betekent ondergedompeld. Dus eigenlijk word je in de echte wereld half ondergedompeld in die digitale wereld. Want wat valt onder immersieve technologie? Kan je voorbeelden noemen? Ja, dat zijn dingen als voice assistants die de hele tijd meeluisteren. Iets als augmented reality of Pokémon Go die over het plein heen rennen. Ja. Dus eigenlijk overal waar die digitale wereld verbonden is met de fysieke wereld. Ja, ja. Ja, dus eigenlijk alles wat een laag over de realiteit heen legt. Ja, en eigenlijk wat er dan gebeurt is dat je met je zintuigen niet altijd meer weet wat is nou echt en wat is nou nep. Dus dingen worden nep-echt. En dat stukje nep-echt, daarin is het belangrijk dat we daar proactief mee aan de slag gaan. Ja. Dus niet op het moment dat we er last van gaan krijgen. Pas een discussie over hebben. Ja. En dat we eigenlijk met z'n allen samen nadenken van hoe willen we dat eigenlijk voor ons zien? Want het kan ook een heleboel mooie dingen met zich meenemen. Ja. Hoe gaan wij in dit gesprek komen dat we er ook echt iets mee hebben? Ja, dat doe ik dus eigenlijk met mijn ontwerpmethodologie. Dus dat doe ik met dat framing en reframing. Okay. Dus dan zeg ik eigenlijk, wat als het onderwerp als dit zou zijn? Wat als die, bijvoorbeeld die immersieve technologie, ja, wat als dat als ongedierte zou zijn, wat hier rond zou hangen? En wie zou het dan bestrijden? En is dat de verantwoordelijkheid van de gemeente omdat het in deze ruimte is? Dus je kan een ander soort kader nemen om naar dat onderwerp te kijken. En daaruit ontstaan nieuwe vragen en nieuwe gesprekken. Oké. Dus we moeten op zoek naar een metafoor voor de impact van immersieve technologie op de publieke ruimte of op ons leven. Ja. Dus dat is wat we gaan doen. Ja. Oké. Nou, gaan we doen. Let's go dan. Waar gaan we heen? Daarheen? Ik weet het niet. Ja? Dus, we moeten op zoek naar een metafoor. Mm-hmm. Ik vind het nog een beetje moeilijk. Ja. Je hebt net wel een voorbeeld gegeven van ongedierte. Ja. Maar heb je er nog een? Ja, zeker. Ja, we staan hier niet voor niks in de plantenwinkel. Een van de metaforen die ik heb uitgeprobeerd is
of immersieve technologie kan zijn als de planten in ons huis. Dus die digitale wereld die rondhangt in ons huis, kan het een beetje als die planten zijn. Kan je je voorstellen dat misschien deze planten de digitale werelden zijn waar je je in kan begeven? Dus dat dit staat voor je Facebook of je Instagram en misschien je LinkedIn profiel. En dan is de vraag van, wat zeggen die planten daar dan over? Dus deze plant lijkt bijvoorbeeld verzorging nodig te hebben. Is het dan ook zo dat we onze digitale profielen moeten verzorgen? En deze plant gaat dood, maar gaat dat profiel ook dood? Of blijft dat er voor altijd bestaan? Dus eigenlijk die vertaling van die vragen uit die analogie naar immersieve technologie, die stelt ons in staat dus om dat complexe onderwerp verder uit te pluizen. Ja, dus eigenlijk door het met iets te vergelijken, wat we nu kennen, ga je er andere vragen over stellen. Ja, en wordt het ook dus iets waar je andere experts bij kan vragen. Okay. Want een bloemist weet misschien een heleboel over verzorgen. Ja. Dus misschien kan die ook wat vertellen over hoe we voor onze digitale profielen zouden moeten zorgen. Ja, want dat is ook iets wat jij hebt gedaan, toch? In jouw uiteindelijke de kookshow. Ja, de kookshow die ik heb georganiseerd. En dat klapt wel een beetje, ja, hè, over de uiteindelijke analogie. maar daarin heb ik eigenlijk gekeken hoe kunnen we expertise buiten de wereld van immersieve technologie, ja, hele goede vragen laten stellen over die technologie. Ja. En door het gelijk te stellen aan iets anders, of dat nou ongedierte is, ja, of een plantenwinkel, of ik noem maar wat, een lek in een gasleiding, ja, die heb ik ook voorbij laten komen. Ja, kunnen we gaan kijken wat als het zo zou zijn, ja, en welke vragen komen eruit. En dan dus tot nieuwe gesprekken komen. Het klinkt inderdaad super futuristisch, dat idee van immersieve technologie. Maar je gaat toch naar planten en zo. Maar heeft dat ook als reden dat je mensen er nu bij wil kunnen betrekken? Ja, ik denk het wel. Dus zeg maar dat idee van dit onderwerp, dat het iets heel erg futuristisch is. Ik denk dat dat een beetje afbreuk eraan doet dat het nu al kan. Ja. Dus je hebt nu al dat je met je noise cancelling headphones geluid van de omgeving kan monitoren en wegfilteren. Ja. Dus je zou ook kunnen zeggen dat je bepaalde geluiden wel zou kunnen horen. Ja. En als een bedrijf jou gratis een koptelefoon geeft, maar je hoort nog steeds die reclames. Of weet je, het is niet zo dat qua techniek is er niet heel veel meer, zijn er niet heel veel meer stappen die we moeten doen. Nee. Maar zolang het lijkt alsof het iets is wat je pas in 2050 of zo kan gaan doen, dan blijft het iets in de toekomst en dan hoef je er ook nu nog geen zorgen over te maken. Nee. En eigenlijk wat we met dit project willen zeggen is, laten we er nu al een gesprek over hebben. Ja. Ja. Laten we zorgen dat we voor zijn, dat er dingen gaan gebeuren die niet voor ons fijn zijn. Nee. Maar dat we samen kijken wat voor een toekomst willen we eigenlijk. Ja, dus en dat ook vormgeven vanuit dat iedereen mee kan praten. Ja. 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 En maar ja, dus om dat te doen, heb je dus wel een metafoor of een analogie nodig, of een reframing, die dan dus werkt. Ja, ja, dan hebben we een vruchtbare metafoor nodig. Ja, dus dan moeten we daar toch nog even naar op zoek, want de planten waren het uiteindelijk niet, toch? De planten waren het uiteindelijk niet. Ook kwamen daar interessante vragen uit. Ja. Nou ja, het was zoeken naar eentje waar we helemaal in los konden gaan. Ja. Ja, de metafoor die werkt was een kookshow. Ja. Ja. Ja, eigenlijk omdat je die techniek van immersieve technologie gelijk kan stellen aan het koken van eten. Dus als jij met je telefoon een Instagram filter ziet, dan verzamelt je telefoon eerst de ingrediënten. En die verwerkt die ingrediënten. En vervolgens kan je die met je zintuigen in je opnemen. Dus die stap van meten, modificeren, interacteren, die zie je ook. Die zie je bij immersieve technologie, maar ook bij koken. Dus je zet je ingrediënten klaar en je bewerkt het en je eet het op. Maar dan krijg je dus dat je in plaats van je data alleen ziet, ineens ook aan je data kan proeven. Ja. En al die handelingen rondom proeven, dingen als persoonlijke smaak, etiketten, hoe ga je daarmee om, die krijgen ineens handen en voeten in een kookshow. Ja. Dus ineens kan je een interactie aangaan met dat onderwerp van immersieve technologie. Ja. Met hele andere zintuigen.
en hele andere experts. Ja, want jij hebt dat op een gegeven moment ook gedaan. Dus je hebt ook mensen uitgenodigd met verschillende expertises. Want dat kon toen, want je hebt dan ineens de spullen of de... Ja, je hebt het materiaal om erover te praten. Ja, ja. En een van die dingen, handelingen, gaan we ook even doen. Want dan kun je het gewoon ook zien. Hoe werkt deze analogie? Maar daar moeten we even wat voor pakken, geloof ik. Zullen we het doen? Ja. We hebben hier een stukje digitale wereld voor ons liggen. Het profiel van Setup op Instagram. Ja. Maar dat blijft natuurlijk alleen maar binnen die iPad bespreekbaar. Dus wat we ook gewoon kunnen doen is het vormgeven. Ja. En dan ligt het ineens voor onze neus. Ja. En misschien moeten we het nog op smaak brengen. Even mooi maken zo. Maak hem even mooi. Zodat het lekker overeen komt. Ik denk, de setup saus is ik denk dat het nog een iets feestelijker profiel is dan, dan hoe het zich nu presenteert. Zo. Hartstikke gezellig. Komt het een beetje overeen met hoe je setup voor je ziet? Of moeten we nog verder in gesneden worden? Nou, ik denk het enige... Kijk, de spikkeltjes en de rode saus en... Dat het lekker feestelijker uitziet, dat klopt denk ik wel. Maar ik denk dat dat pudding, die echt die puddingvorm, die traditionele puddingvorm, die past niet zo. Dus niet ik zo denk, traditioneel. Ik denk dat we daar wel iets aan moeten gaan doen. Ja, dan kunnen we gaan snijden. Oké. Okay. Ja. En dit heb ik dus ook in de kookshow gedaan met allerlei gasten. Dat snijden ging ik bijvoorbeeld doen met een plaschirurg die heel erg thuis is in de wereld van snijden eigenlijk. Ja. Maar wat hij me bijvoorbeeld vertelde is dat... dat je online natuurlijk onbegrensd jezelf kan maken en opnieuw maken. Ja. Dus deze pudding, die heeft een einde. Op een gegeven moment zakt die in elkaar. Ja. En waar zit de begrenzing aan onze maakbaarheid in de echte wereld? Ja. Dus dat is eigenlijk een vraag die dan op tafel komt met die kookshowhandelingen. Ja. Ja. En het is trouwens ook heel leuk om die plaschirurg te zien genieten van een perfect symmetrisch staartje op de... Ja. Ja, ik heb het ook gezien en wat ik heel treffend eraan vond was dat in de echte wereld hij heeft een soort morele code, zeg maar, als plastisch chirurg. Dus als mensen snel bij hem terugkomen, is het lekker. Ja. Het smaakt ook naar setup, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Maar als mensen snel bij hem terugkomen, dan... Hij heeft altijd een startfoto bijvoorbeeld van, hey, maar je hebt al één... verandering gehad. Je hebt al één keer filler in je lip of zo. En toen, ja, voor mij was dat wel echt een aha-moment. En ook doordat jullie er fysiek in aan het snijden waren, de vraag inderdaad van wanneer is het genoeg? Wie gaat daar eigenlijk over? Dat vond ik heel interessant. Ik dacht, oké, ik heb eigenlijk nooit over nagedacht wie hierover gaat voor in de online wereld. Dat hebben we niet bedacht. En we weten wel dat iemand in je gezicht aan de slag gaat. Daar zijn regels voor, zeg maar. We hebben voor alles wat echt is, hebben we eigenlijk gewoon heel veel regels. Of misschien inderdaad etiketten, de eetanalogie is. Dus ja, ik denk, ik vind dat heel mooi. Ja, zeg maar, ik denk eigenlijk dat door dus die handelingen te doen in die kookshow, dat je ineens op vragen komt... die je dus niet verzint als je alleen maar binnen die digitale wereld blijft. Nee. En eigenlijk zijn het misschien dus die vragen die dan op je bord komen... die juist interessant zijn om te stellen, omdat die nog niet eerder gesteld zijn. Nee. Die komen uit zo'n andere wereld dan die digitale wereld. Ja. Zijn jullie al klaar met de video? Ja, bijna, maar niet helemaal. Want we hebben jou eigenlijk nog even nodig. Shoot. Wij hebben net besloten dat het een succes was om Nicky aan het Rathenouw Instituut te koppelen. Maar wat vond jij ervan? Vond jij het een succes? Nee, ik vond het ook een groot succes. Maar het was voor mij natuurlijk geen verrassing dat dit een succes zou worden. Okay. Dat natuurlijk Nicky heel goed past in het type ontwerpers wat we al jaren bij Setup betrekken. Om met ontwerp de dagelijkse toekomst van technologie tastbaar te maken. Oké. Maar kun je daar dan nog even toch even ietsjes over uitweiden? Nou, volgens mij in de video hadden jullie het over ontwerpend onderzoek als discipline, die ook een manier is om naast wetenschappelijk onderzoek ook op een andere manier kennis te ontwaren. En tot je ontwerpers niet zozeer moet zien als mensen met van die hoornbrillen die doosjes ontwerpen waar problemen in passen, maar juist ontwerpers die een soort van lensjes maken om die problemen
zichtbaar te maken en bespreekbaar te maken voor een breed publiek. En tot je nou je met griesmeelpudding een soort van iconische beeldtaal kan vinden om door verschillende lagen van de bevolking, met verschillende mensen, met verschillende belangen, eenzelfde gesprek te hebben over dit soort complexe thema's. Ja. En ik denk dat de discipline ontwerpend onderzoek heeft daar veel meer kleuren op zijn palet dan dat je als wetenschapper zou hebben. En daarom denk ik dat het een heel mooi succes is om het huwelijk tussen ontwerp en wetenschap, om daar mee samen te werken. Oké, neem je drankje en ga lekker verder. Dan ronden wij het even af. Dank je. Wat rest er nog? Nou ja, de rest niks meer. Zullen we maar gaan afwassen? Ja, ik denk dat dat een goed idee is. Laten we het doen.